Ja, als ik zelf denk over activerend onderwijs, dan zie ik eigenlijk twee belangrijke punten. De eerste is dat je ook in de verwachting en de communicatie aan studenten duidelijk bent over wat de verantwoordelijkheid is van studenten in het vormgeven van hun eigen leerproces. Maar anderzijds betekent het ook, is het ook verantwoordelijkheid voor mij als docent om ervoor te zorgen dat die mogelijkheden ook echt zijn en dat die werkvormen er ook echt zijn. De digitale leeromgeving die ik gebruik, die wordt per week ingericht. Dus dat is eigenlijk de hoofdstructuur die we hanteren. Maar binnen iedere week heeft de student heel veel vrijheid om te kiezen wat ga ik wanneer doen. Dus de uitleg, die neem ik voorafgaand aan de week, neem ik die op. Zodat ze die zelf op eigen tijd en eigen plaats kunnen bekijken. Er zijn allerlei oefenopgaven en quizjes die zij kunnen doen. Om te kijken, begrijp ik de uitleg? Vervolgens is er halverwege de week een werkgroep waarbij ze kleinschalig actief aan de slag gaan met de stof van die week. En we eindigen de week met een question-and-answer sessie. En daarin dienen studenten zich ook voor te bereiden. Dus ze leveren allemaal vragen aan op Canvas, op het discussieforum. En die vragen ga ik dan behandelen tijdens de afsluitende Q&A-sessie. Maar ook tijdens die sessie kunnen studenten zelf dan nog aanvullend vragen inbrengen. En Robin, de vraag die jij stelt die is net beantwoord, maar misschien dat jij net pas binnen bent. Dus de filmpjes van week 5 op Canvas, niet de slidecast. Vanmorgen heb ik 5.1 opgenomen. Die is dus nu aan het processing op de Zoom server. Die kan ik over een uur kan ik die uploaden. En morgenochtend plaats ik. Ik ga dus vanmiddag de tweede college opnemen voor jullie, de Nederlandstalige. En die kan ik dan morgenochtend plaatsen. Wat ik terugkrijg in ieder geval vanuit de evaluaties is dat studenten het als een prettig vak ervaren. Ze vinden het nog steeds een lastig vak, maar dat ze het prettig vinden dat er zoveel aangeboden wordt en dat er tijdens de contactmomenten zoveel actieve werkvormen zijn. Antwoord goed, antwoord snel. En dan loop je wellicht naar huis met eeuwige roep. Wat is waar? Hoe kleiner de sum of squared error terms, dus hoe kleiner de sum of squared errors, SSE, betekent dat het regressiemodel minder goed verklaart of verklaart hij dan juist beter. En inderdaad, hoe kleiner die residuen, hoe kleiner die fouten, die errors, hoe dichter de punten bij de regressie aan liggen, hoe beter je model voorspelt. De meeste vinden dit goed. Het feit dat er nu zoveel materiaal en werkwijze ook zijn om mijn colleges heen, om mijn uitleg heen, betekent dat ik in de colleges heel veel aandacht kan besteden aan de hoofdlijn. En vooral kan hebben over de relevantie en hoe dit onderwerp samenhangt met het vorige onderwerp en met het volgende onderwerp en met het methodeonderwijs in het algemeen. En dat vind ik zelf heel belangrijk, omdat als ik terugkijk naar toen ik zelf statistiek 1 volgde, en dit is een soort publiek geheim, is dat ik dat het minst leuke vak vond vroeger, omdat ik niet wist waartoe het diende. En daar kan ik nu heel veel aandacht aan besteden tijdens mijn uitleg.